Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Meneer de minister, reeds op 20 januari werd beslist dat de laatste week voor de krokusvakantie deze week dus er zou overgegaan worden op volledig afstandsonderwijs in het secundair onderwijs. Veel scholen doen daar beroep voor op Smart School. Smart School heeft ook een quasi-monopoliepositie voor het secundair onderwijs. 90% van onze scholen maakt gebruik van Smart School. Vorig jaar, na de paasvakantie, in de zogenaamde pre-teaching, is er ook een keer overgegaan op afstandsonderwijs en toen crashte Smart School volledig. Toen hebt u €200.000 geïnvesteerd in Smart School om ervoor te zorgen dat de capaciteit werd uitgebreid. Bovendien heeft Smart School ook een prijsstijging aangekondigd van 20 à 30%. Maar al deze dingen ten spijt. Maandag crashte Smart School volledig, waardoor er toch weer een halve lesdag verloren is gegaan. Meneer de minister, hebt u voorafgaand gesprekken gehad met Smart School om u ervan te vergewissen dat er voldoende capaciteit zou zijn? En hoe kijkt u naar deze zaak, weten dat u toch €200.000 aan Smart School hebt gegeven? Dank u wel. Minister Weits, verbeter mij als ik verkeerd ben, maar ik denk niet dat u op onze vraag geantwoord hebt. Heeft u overleg gehad met Smart School voordat deze afkoelingsweek begon? Want ik denk natuurlijk dat het ook een probleem is. Smart School kon moeilijk inschatten. Er was een verdriedubbeling van de activiteit. Smart School is geen multinational. Ze kunnen hun servers natuurlijk opschalen, maar het is niet Google of weet ik veel wat. En na deze crisis hebben ze die grote capaciteit niet meer nodig. Dus ik denk dat daar eigenlijk toch wel een communicatiefout is gebeurd. Bovendien, de netten en de koepels weten zij eigenlijk wel welke systemen hun scholen gebruiken en zo verder. Ik denk dat daar ook wel een belangrijke rol inderdaad in uw digisprong is weggelegd om eigenlijk toch tot een eenduidig plan te komen voor die scholen binnen dezelfde koepel met natuurlijk de belang van de pedagogische vrijheid. Maar toch mijn vraag, meneer de minister, hebt u voorafgaand aan deze week overleg gehad met Smart School? Dank u wel, meneer de minister. Nu, dan, u hebt overleg gehad met de scholen, maar dan hebben ze uw oproep tot spreiding niet goed begrepen, want dat is dus niet gebeurd. Meneer de minister, we weten dat de leermotivatie bij onze leerlingen bijzonder laag is. Dat de leerlingen, net zoals de studenten die juist aan bod zijn gekomen, erg lijden onder deze crisis. En oké, het systeem is misschien maar een halve dag of een dag uitgevallen, maar voor die leerlingen en ook de leerkracht is dat wel bijzonder stresserend en ook frustrerend. Nu, Smart School is gelijk een trekpaard. Ze hebben ons al door de crisis heen geholpen, maar op een bepaald moment is ook het beste paard overladen en is het dus belangrijk dat er op verschillende paarden wordt gewet, op verschillende sporen wordt ingezet. Dus het is ook belangrijk dat de scholen een soort van tweede piste hebben. Dank u.